Natuurlijk voor de mensen geweldig, omdat je ze nu kunt geven wat ze graag willen. Varen. In het Hilton Hotel is voor de derde keer de Onbeperkt 070 prijs uitgereikt. De prijs is bedoeld voor het beste initiatief dat Den Haag toegankelijker maakt voor mensen met een beperking. Winnaar is de organisatie Willemsvaart. Willemsvaart. Ja, ik ben ongelooflijk gelukkig. Natuurlijk voor de mensen geweldig, omdat je ze nu kunt geven wat ze graag willen. Varen. Chris wil namelijk met zijn idee een tillift voor rolstoelen bij opstapplek Madurodam plaatsen. We zouden graag voor alle rondvaartorganisaties en vooral voor mensen met een handicap, met een beperking, die willen varen, een lift willen. Je kunt ze op iedere boot apart zetten. Nou, dan ben je zo'n bedrag wat ik net gewonnen heb voor iedere boot kwijt. En bij Madurodam is natuurlijk een prachtige plek. Je kunt er uit de tram stappen, die zijn al aangepast. Maar dan is er een iets te hoge plek voor op die boot te komen. Dit idee sprong er wel uit dat het, wat wij vinden, dat het echt een concrete oplossing is voor iets wat echt wel leeft in Den Haag. De grachten, we zijn er allemaal druk mee, ze zijn opengegooid. Veel mensen maken er al gebruik van. Ja, en deze tillift gaat ervoor zorgen dat ook mensen met een beperking ook kunnen gaan genieten van de grachten. Het initiatief krijgt 7.500 euro om de tillift te realiseren. Een idee dat niet won, maar wel een eervolle vermelding kreeg, was er voor ezeltherapie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik ben heel blij, super onverwacht voor de prijs. En dat is een goede steun om verder te gaan met mijn initiatief. Volgend jaar organiseert Den Haag twee grote parasportevenementen. De Invictus Games en de Special Olympics Nationale Spelen. De stad streeft daarom naar onbeperkte gastvrijheid en de Onbeperkt 070 prijs maakt daar alvast een begin mee. Ik denk dat de prijs aan zich en het initiatief wat 3 jaar geleden ontstaan is, wel degelijk dit soort grote projecten stimuleert om ook na te denken om volgend jaar klaar te zijn om zoveel mensen met een beperking te gaan huisvesten in Den Haag, te laten slapen, te laten eten, te laten sporten, te laten genieten. Ja, en dan zijn er dan wel wat stapjes te maken. Wat voor stapjes moet ik dan aan denken? Nou, vandaag was hier bijvoorbeeld een onderzoek wat de stichting vooral heeft gedaan bij de hotels. Ja, en dan blijkt dat er eigenlijk maar 23 kamers volledig 100% toegankelijk zijn voor mensen met beperking. Terwijl er volgend jaar 500 sporters komen. Nou, dan tel uit waar je nog wat kan winnen.